Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Blazing Emerald. De vorige aflevering kwamen we erachter dat Velleport Town is uitbereid. En dat er een mijn in zit en dat je zelfs de Explorer Kit stuff kan doen van de Sinnoh Games. Dus dat is wel vet. En ik heb een hard skill gevonden, dus wat kunnen we tutoren? Wat kan ik Reuniclus tutoren? Battle Moves. Oh, oké. Okay. Oh, dat is alleen als ik per ongeluk een Mangle ben geweest. Nou, dat ben ik niet zo snel. Dus wel bijna. Ik had bijna een goede aanval niet geleerd aan Tentacool. Dit is de observatory, toch? Nou, fuck it. Oké. Okay. Ik denk dat ik hier een Velarbor dan een keer klaar ben. Dat we dan door kunnen lopen. Zit er hier ook weer een tunnel achter? Jazeker. Hier is een dude. De Fossil Maniac. Oké. Okay. Nou, ik vind de fossils niet interessant. Let's go. Wat is dit? Oh, ik dacht dat hij een gast was die met mij wou praten over welke coole vis je daar kon vangen. Maar helaas. Hij heeft een barboach. Een normale, ordinary barboach. Met een magische leaf. Okay, nice. Nolan, you're gonzo. Er is nog een fisherman, maar die zal vast willen vechten met mij. And I do not like infecting. Maar we gaan het toch weer doen. Ja, weet je, voor de XP, zeker nu ik Skarmory er sinds vorige aflevering bij heb, is XP natuurlijk best wel gewaardeerd. Alleen heb je er natuurlijk niks aan als je tegen een level 29 Magikarp aan het vechten bent. Want die zijn kut. En die geven bijna geen XP. Die 123 zegt niks in dit stukje van de game. Goldeen. Volgens mij geeft een Goldeen niet heel veel meer dan een Magikarp. Als ik heel eerlijk ben. Nou, we gaan het zien. Een magische leaf. Goldeen. Is Gonzien. En Barboach. Heb ik daar al die moeite voor gedaan? Om deze bitches te kunnen verslaan. Oké, okay, nou, die twee bitches die zijn dood. Of deze ene bitch bedoel ik. We gaan zo meteen nog naar die bitches hier rechtsbovenin. Want er stond ook nog een fisherman. Misschien dat een van die fishermen wel een betere rot geeft. En dat zou ik niet heel rot vinden. I'm not just... Puntje. Ik kon niet helemaal lezen, want toen had ik al weggedrukt. Oké. Okay. Fisherman Kai en Picnicker Charlotte. We hebben een barboach en een ponyard. Ja, alle beesten met een ponyard houden van dansen. En ze vieren feest waar het maar kan. Wat is wel goed tegen een Steel Fairy? Ik weet het gewoon niet. Oké, barbootjes weg. Met wat experience voor Loose Moth. En Skarmory level 27, nice. Oh, vuuraanval zou wel goed zijn tegen Ponyard, denk ik. Maar ja, we gaan hem nu wel gewoon killen. Helping hand, er staat helemaal niemand naast je, jonge Ponyard, die Dumbo. Nice.
Een energy powder. Nice. Oké, daar hebben we niks aan. Top. Even kijken. Dit huisje is misschien interessant. Maar deze mevrouw wil eerst met me vechten. En daarna gaan we dat huisje kijken. Nou kan je hier volgens mij Survivor en Zengoose vangen. Misschien dat hij er nu ook wil zitten. Azumarill, my favorite boy. Het is een girl trouwens. My favorite girl. Zo, die is gone. Zit je me nog? Ik heb wel veel XP daarover van. Lombre. 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 Laten we Skarmory een keer gebruiken. We nemen het trouwens nu. Skarmory is helemaal niet slim, want die is nog te laag level, denk ik. Ik heb hem. Oké, dit was helemaal niet slim. Laten we Blaze kicken. Dat is mijn sterkste aanval. Misschien burnt hij. Nee, geen burn. Hij doet Magical Leaf. Dat zal ook niet veel damage doen. Nee. We kunnen hem wel killen met Skarmory. Gewoon leuk dat hij in ieder geval zijn eerste moment of fame heeft gehad. Picnic en Nancy was defeated. Dag Nancy. Oké, welke Pokémon kan je hier vangen? Een Lombre. Die willen we niet. Oké, wat is dit? Oh, zij is van Lynette's PC. Een Lotad Doll. Leuk, leuk. Alle servers van Hoenn staan hier, denk ik. Dubbelbetteltje? Wel ja. Wij doen die dubbelbattle wel. Roselia en Grappler. Loosemoth en Uniclus. Magical Leaf op de Grappler. En Single Beam op deze witch. Roselia is dood. Nice. Tentacruel level 36 is ook heel nice. En Skarmory level 26 is ook heel nice. Oké, nice. Tyra en Ivy zijn gone. Oké, we kunnen hier een stuk doorlopen, dat is lekker. Nu tegen deze. Wat is dit? Is dit zo'n juggler of hoe heet zo'n gast? Volgens mij wel. Ja, zo'n kindler, dat bedoelde ik, maar ik kwam er even niet op. Een Growlithe. Straal. En het is genoeg voor de Growlithe to kill. Nice. Pelipper, jazeker. Laten we Tentacruel daar eens voor gebruiken. Blub, ik ben een Tentacruel. Pelipper is een vogel met een wc als gezicht. Thunderclap! Klabang! Een fucking vette aanval. Nice. Level 29 Skarmory en een Glare Whirlwind, die hoef ik niet. Kindler Burnie is gone. Een dubbele battle, dat is geen single battle. Kiboom!
Graveler en woep woep. Even kijken. Nou, die woep woep. Ja, ofzo. Ik doe dit, denk ik. Ik denk dat ik hem zo doe. Nice. En de Graveler gaat ook wel dood. Die Graveler die gaat ook wel dood. Die Poliwhirl ook. Jammer dat Magical Leaf geen dubbel hit aanval is. Game robbed. Dat deed weinig damage, zal ik je vertellen. Maar hij is wel gesleept en dat was de bedoeling. Oh, Raindance, dat zal Camera het ook leuk vinden. Nou, Poliwhirl is gone. Yeependo! Nice. Tentacool level 37. Nice. Psybeam en Pain Attack. Gamrat is toch aan het slapen, dus niks aan de hand. En Psychische Straal. En de Gamrat is gone. Daar krijgen we wel veel XP voor. Skarmie level 30. Nice. Angelina. Je bent gewoon gone, Angelina. And since you've been gone, I can breathe for the first time. Lola, hou je bek dicht. Oh, yo. Van een afstand, een hiker die me ziet. Wat een bitch. Yodela hihu. Die is normaal. Hiker Lenny met een Graveler. Laten we magische bladeren doen. Oké. Echt jongen, die loot mob die schiet echt omhoog. Die heeft echt weinig XP nodig. Onyx. Axel Rock. Leaf. Nou, dat was Onyx. Nou, Lenny, leuk dat je meedeed, maar het is weer voorbij. Die mooie zomer. Oké. We gaan de grotto in. Meteor Falls. Ziet er erg hetzelfde uit als normaal. En er is ook een Zubat. Dan zullen Zolrock en Lunatone hier ook wel zijn. Wat denken jullie? Een Sunstone, nice. Straks moeten we sowieso een heel stuk omlopen, dus het maakt even niet uit zometeen hoe we gaan. Ik ga misschien dat we bij Mr. Stone even langs kunnen kijken of we nog iets van een ding krijgen. En, ja, hoe noem je zoiets? Een reward, wie weet. Ik hoop alleen niet dat dat betekent dat ik te veel trainers zometeen hier beneden moet verslaan. Dat zou een beetje jammer zijn. Loop. Nice. Route 115. Wel één trainer in ieder geval. Hiya!
Machoke. Die kunnen we aan met Psybeam. Psybeam! Nou, dan doen we die double battle toch ook, ja. Als je dat graag wil, doen we dat. Moet ook gebeuren. Oké. Zangoose en Solosis. Hey, die Solosis ken ik. Nou, Solosius was niet heel erg moeilijk. Skarmie level 31, nice. Spoink, oké. Level 45. En Tentacruel level 38, nice. Liquidation, kijk, dat is een goede wateraanval. Bulbeam doet 65. Deze doet 85. Het is wel physical, maar fuck it. En poef. Tentacruel forgot Bulbeam. We kunnen nu liquidatie. Het is een Viper. Okay, Spoink is gone. And Psybeam, Kidoo. Nice. Hector and Marlene are Gonzo. Een PP-up. Nou ja, we moeten het er maar mee doen, hè? Oké. Zien we Rustboro. Kunnen we heel even naar Mr. Stone. Die geeft ons misschien wel een reward. Normaal geeft hij XP share, maar aangezien het natuurlijk al shared XP is. Maar letter, dat heb ik zeker gedaan. Linkstone? Quite a rare stone. Oh, evolve exposed to the stone in particular. I'm certain you will put it in good use. Is dit een steen voor Pokémon die normaal trainen? Treden bedoel ik. Ja, waarschijnlijk wel. Goed om in ons achterhoofd te houden. Goed om in ons achterhoofd, heel goed om in ons achterhoofd. Ik weet eigenlijk niet of we nou weer. Zou Skarmory Rock Smash kunnen? Ja. Leren we Skarmory wel even Rock Smash. Kunnen we Cut Forgetten? Ja, we kunnen Cut Forgetten, dat is wel nice. Nou, welke slechte Pokémon komen hier tegen? Een Ninkara. Dat zat er wel in. Deze bosjes zitten vol met Ninkara's. Nog een Pokémon. Pokémon, Karaoke Man.
Are you Nicholas? Let's go. Ah, we hoefden niet per se nog een keer Rocksmash te hebben. Maar dat is niet erg, want we hebben Rocksmash straks wel nog nodig. Dus. Twee Whismers, dat is twee keer te veel. Ik haat Whismers. Nee, ik ben niet zo'n fan van Whismers. Laat ik het zeggen. Al heb ik niet heel veel tegen Exploud of zo. Die verdient wel een regional variant. Gewoon met betere typing. Gewoon geen normal type. Verdant Turf, nou. Door route 17 naar Marwill. Nou, daar zijn we ook. Even healen voor de zekerheid, hè? Kan nooit geen kwaad. Kijk, hier hebben we nog Rock Smash voor nodig. Zal er wel een Geodude in zitten nu, denk ik? Nee, het valt mee. Oké. Kijk, nu kunnen we hier mee naar boven. De cable car is ready. Dat mocht ik wel even versnellen, toch? Nou, Team Magma, laten we zo'n dubbele battle doen. Let's go. Teddy Ursa and Nibble! Teddy Ursa and Nibble! Fake attack nu! Nice, dat was Teddy. Nu is mijn level 49 al. Dazzle Dust, daar hebben we hem. Let's go. Take with Mystic Dust that cuts half of the foes of HP. Oh, dat is helemaal niet goed. Dat soort aanvallen zijn helemaal niet goed. Skarmory grew to level 32. Roost. Blijkt dan niet. Team Magma Grunt en Team Magma Grunt worden defeated. 1260, godse vlot. Hey, hoezo blok je de weg? You are too late. I've already delivered the meteorite. From Meteor Falls to the boss. Regardless, I'm afraid I cannot allow you to continue forward. Maar wel als ik jou in stukjes hak en in de lava gooi. Admin Courtney. Met de Fappy. Nou, ik werd echt bang van je Fappy, Courtney. Growlithe. Tentakel. Doe nu liquidation. Maak hem nat. Nice. Ik
Charmeleon, Wartortle. Die kwamen we tegen in een grotto. Niet zomaar in een grotto, in de Fiery Path. Nice. Nou, dat was Charmeleon. Nou, Courtney, het was niet echt heel boeiend wat je allemaal deed. Mijn Tentacruel was te OP voor jou. Dan doen we Tentacruel even vooraan zetten. Dan switch ik eerst even met hem en dan switch ik hem met hem. Zo. Nou, Maxie, laten we vechten. You thinking you are a smarty boy, but you are not a smarty boy. Vechter, spannend! Maxie de Smarty Boy. Met een Ursa Ring. Een hele enge Ursa Ring met een hele lange tong en een zon op zijn buik. En dat was de Ursa Ring. Nou, spannend hoor. Next! Scarmy level 33, top. Typhlosion, oké. Okay. Is het een speciale Typhlosion of niet? Nee, het is gewoon een ordinaire gore Typhlosion. Oh, hij was bijna KO. Oh, hij KO'd zichzelf nu bij Double Edge. Oh, niet. Sad. Do the Jet, de Aqua Jet. Nou, Typhlosion is gonzo. Loose mod level 50. Mooi hier ook. Game rap. Liquidatie. Nice. Dat was Maxi. Nou, het was niet echt heel moeilijk. Gelukkig hadden we een Tentacruel. I'm bad enough, I will back off his time. Ja, ja. Oh, there we are, Archie. Archie, Milan, thank you. With your help, we thwarted Team Magma's destructive plan. But you, whose side are you on? It doesn't matter. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.